Hi allemaal! In deze video ga ik je laten zien hoe je dit schattige vriendschapsarmbandje kunt knopen. Zoals je ziet heeft het een patroon van kleine hartjes in het midden met een rand eromheen. En ik heb geen idee hoe de armband heet. Ik heb maar één video gevonden met dit patroon. Er zullen waarschijnlijk meer zijn hoor. Maar de video die ik heb gebruikt is een wat wazige, vage video die meer dan 2 miljoen keer bekeken is. En eigenlijk heel weinig mensen snappen die video. Ik snapte hem ook niet. Totdat ik de chevron armband heb gemaakt en die video staat al op mijn kanaal. En toen kon ik er eindelijk een beetje wijs uitkomen. Als je de chevron armband nog niet hebt gemaakt, dan raad ik je echt aan om die eerst te doen. En ik heb daar een rustige uitlegvideo voor. En als je eenmaal weet hoe die armband gaat, dan zal deze armband ook lukken. Veel succes! Voor deze armband gebruik ik 4 touwtjes die ik per stuk heb afgeknipt op 1,80 meter. Ik gebruik dus 2 rood en 2 wit. En die pak je dan met z'n vieren bij elkaar. En dan zoek je het midden op. Dus je doet de uiteinden bij elkaar. Dan zoek je het midden op. En je maakt een knoop. Door de 4 touwen om je wijsvinger te doen. Wijsvinger eruit, heb je zo'n lus. En hier maak je weer een knoopje mee. Dus weer om je wijsvinger. En dit aan de achterkant kruisen. En dan door dat gaatje weer naar voren. En dan trek je de knoop aan en probeer die lusjes daarboven niet te wijd te houden, omdat daar uiteindelijk een knoopje doorheen komt. Als het goed is, ziet je knoopje er nu zo uit. En ik ga dit knoopje vastzetten onder de klem van het klembord. Als je geen klembord hebt, dan kun je de touwtjes vastplakken met een stuk stevig tape op de tafel. Maar zelf vind ik een klembord handiger. We gaan nu net als bij de chevron armband de stukken touw verdelen. En ik wil een rand van wit en rode hartjes in het midden. En dat betekent dat wit als eerste naar de buitenkant gaat. Dus wit naar rechts is wit naar links. En dan rood naar rechts. En dus rood naar links. Dan is wit weer aan de beurt. En ook wit naar links. En dan ook 2 keer rood over in het midden. Ik heb mijn klembord een beetje schuin gezet. Er staat een rainbow loomdoos onder. In de hoop dat jij het beter kan zien. Wat je nu moet onthouden is als de kleur van je rand aan de buitenkant zit, dat je deze ronde knoopt als bij de chevron armband. Dus ik begin zo meteen links, hier 2 knoopjes omheen, hier 2 knoopjes omheen, hier 2 knoopjes omheen. Je komt uit in het midden en dan vanaf de rechterkant hier 2 knoopjes omheen en dan rond dit touwtje 2 knoopjes. Je komt ook uit in het midden en dan met deze 2 nog 2 knoopjes samen en dan is die ronde gedaan. Dan, voor de tweede ronde is rood aan de buitenkant. Dat willen we niet, want we willen wit aan de buitenkant hebben. En dan gaan we iets anders doen. Maar zover is het nog niet. Op dit moment is wit aan de buitenkant. En dus knoop je zoals je bij de chevron armband zou doen. Ik begin nu vanaf links. En mijn ezelsbruggetje is vanaf links knopen, is links de bocht. Dus de bocht links. Onderdoor. Aantrekken. Knoop nummer 1. Knoop nummer 2. Volgende touwtje, dat moet dan wit zijn. Het zit nu nog een beetje door elkaar, dat de eerste knoop is. En dit is 1 en 2. En dan tenslotte rood. Ook 2 keer. Dan kom je uit in het midden. En daar leg ik hem nu neer. Doe ik hetzelfde vanaf rechts. En dan gaat de bocht ook rechts.
1 en 2. Dan rond het witte touwtje. 1 en 2. En tenslotte rond het rode touwtje 2 knoopjes. 1 en 2. En nu ontmoeten ze elkaar in het midden. En deze heb ik al vast, dus ik ga gewoon met deze ook verder knopen. Eén en twee. De eerste ronde is gedaan. En mocht dit te snel voor je gaan, kijk dan nog heel even de rustige uitlegvideo voor de chevron armband. Voor ronde nummer 2 is rood aan de buitenkant. En nu gaan we iets anders doen, want we willen wit aan de buitenkant houden. En dus je pakt dit witte touwtje en je maakt de bocht naar de binnenkant. Dus in dit geval naar rechts. Dat moet je even onthouden. De bocht naar de binnenkant. Je maakt dus... Oh, moet die touwtjes wel even netjes blijven liggen. Je maakt een omgekeerde 4. Zo. En dan ga je in die bocht en pak je dat witte touwtje eruit en die trek je naar boven. En dan trek je hem aan. Doe je 2 keer. Schuif hem goed aan de buitenkant. Dus nog een keer de bocht naar rechts, naar het midden toe, naar de binnenkant. Dan ga je met je hand in die bocht en dan pak je dat witte touwtje, want we zijn aan het knopen met wit. En je trekt dat touwtje aan. En dan leg je hem weg, want hij moet aan de buitenkant blijven. Datzelfde doen we hier. Je pakt het witte touwtje, daar ga je nu mee knopen. En je doet de bocht naar het midden, in dit geval links. Dus je maakt nu de vorm van een 4. Dan ga je in die bocht en je pakt het witte touwtje op. En dan trek je hem naar boven en je trekt hem aan. En hier zie je zo'n rood streepje. Dus trek hem goed aan. Probeer die rand mooi wit te houden. Nog een keer de bocht naar het midden. Dus naar links. Pak het touwtje in de bocht omhoog en je trekt het knoopje aan. En dan kan ook dit touwtje weg. Dit is de rand. En zo. En dit houden we nu over. Rood, rood, wit, wit. En dan ga je met deze 6 overgebleven touwtjes ga je verder knopen als bij de gewone chevron armband. Dus ik begin links, 2 keer om dit touwtje, 2 keer om dat touwtje, eindig in het midden. En dan de rechterkant, 2 keer dit touwtje, 2 keer dit touwtje. Eindig in het midden en nog 2 knoopjes met elkaar. Je werkt vanuit links, dus de bocht is links. En dit wordt dus je hart. 2 knopen rond dit touwtje. En 2 knopen rond dit touwtje. En dan laat ik deze hier in het midden. En datzelfde vanaf de andere kant. Bocht nu rechts, want je werkt vanuit rechts. 2 knopen rond dit touwtje. En 2 knopen rond dit touwtje. En dan kom ik in het midden uit. En wil ik met deze 2 touwtjes ook nog een knoop maken. Deze heb ik al vast, dus daar knoop ik mee verder. Bocht naar links. 1 en 2. En dan leg je de touwtjes weer neer. En nu zal je zien dat er ook geen twijfel meer over bestaat welk plekje ze innemen. Dus dat maakt het gemakkelijker. En deze mogen ook weer terug. Als je hebt wit aan de buitenkant, dan komt rood. Dan wit en dan weer rood. Deze ronde is weer gemakkelijk. Wit aan de buitenkant. Dat is dus je rand. En dus knoop je deze ronde als de gewone chevron. Ik weet nog steeds niet of het nou chevron is of chevron. Ik denk chevron op zijn Engels en chevron op zijn Frans. Nou, 1 en 2.
2 en dan ook rond dit touw. En tenslotte rood in het midden. 1 en 2. Hetzelfde vanuit rechts, dus de bocht ook rechts. Twee keer rond dit touw. 1 en 2. En twee keer rond dit touw. 1 en 2. En nu kom je weer uit in het midden. Ik heb dus twee witte touwtjes in het midden. En daar doe je ook nog twee knoopjes mee. Ik knoop verder met het touw waar ik al mee bezig was. Eén en twee. En dan is ook deze ronde klaar. En zo ziet het er nu uit. Rood en dan wit. Rood en wit. En nu heb je rood aan de buitenkant. Dus nu gaan we weer wat anders doen. Wel hetzelfde als wat we net hebben gedaan, maar dus niet de gewone chevron knoop. We gaan met dit witte touw gaan we knopen, want dat touw willen we naar de buitenkant hebben. En je maakt de bocht in het midden. Dus in dit geval naar rechts, bocht naar rechts, in de bocht, het touwtje pakken en goed aantrekken. Zo mooi mogelijk die rand dichtmaken en nog een keer. Bocht naar rechts. Touwtje pakken en mooi laten aansluiten. Ik kan niet echt goed zien, dus ik hoop maar dat het goed gaat. En dan kan het touwtje weg. Hetzelfde doen we hier. Je pakt dat tweede touwtje van rechts, dat witte touw. De bocht gaat naar het midden, dus naar links. En dan door de bocht het touw pakken. En mooi aantrekken. En nog een keer. En dit touw kan ook naar de buitenkant. Dit hou je nu over, rood, rood en wit. En nu doe je de gewone chevron knoop. Dus twee keer rond dit touw, twee keer rond dit touw in het midden. Twee keer rond dit touw, twee keer rond dit touw in het midden. En nog twee knoopjes met elkaar. Je werkt vanuit links, dus de bocht gaat links. En 2. En ook vanuit deze kant twee keer rond dit touw. En twee keer rond dit touw. En tenslotte nog twee keer met elkaar. En zo zien je touwtjes eruit. Rood in het midden, dan wit, dan weer rood. En wit aan de buitenkant. En wit aan de buitenkant betekent dat deze ronde gaat zoals de gewone chevron knoop. Dus je begint vanuit links of rechts, wat jij wil. Maar in ieder geval, ik ga vanuit links twee keer hier rond dit touw knopen. Dan twee keer rond dit touwtje knopen. Dan twee keer rond dit touwtje knopen. En ik eindig in het midden. En dan hier twee keer hier, twee keer hier, twee keer hier. Eindig in het midden en dan twee keer met elkaar. Werken vanuit links is de bocht links. Eén en twee.
En hetzelfde vanuit de rechterkant, de bocht rechts. Eén. En twee. Dan rond het witte touwtje. Kijk hoor, deze moet hier. Dan is nu het rode touw aan de beurt. En we eindigen met twee knoopjes van die twee witte touwtjes in het midden. Nu hebben we rood aan de buitenkant. Dus we gaan zo meteen weer dat andere doen. En dan komt wit. Dan rood en dan weer wit. Ik heb nu de rode touwtjes aan de buitenkant en dat wil ik niet, want ik wil wit aan de buitenkant hebben. En daarom pak je nu de tweede van links, dat witte touw. Je doet de bocht naar het midden, dus de bocht naar rechts. Je gaat in die bocht het touwtje pakken, het witte touwtje pakken en je trekt het aan het knoopje en zorgt dat hij mooi aansluit. En dat doe je nog een keer. De bocht naar rechts, in de bocht het touwtje pakken, het witte touwtje pakken en mooi aantrekken. En dan kan dit touwtje worden weggelegd. Dat touwtje is klaar. En dan gaan we datzelfde doen met de rechterkant. Dus je pakt het tweede touw van rechts, dat is het witte touw. Je doet de bocht naar het midden, in dit geval links. En dan ga je in die bocht, pak je dat witte touwtje en je trekt het knoopje aan. Zorg dat hij mooi aansluit, zodat je een mooie rand krijgt. En je doet het nog een keer. Bocht naar links, in de bocht, touwtje pakken en aantrekken. En dan kan dit touwtje ook weggelegd worden. Dit houden we nu over. Rood, rood en dan wit, wit in het midden. En dan gaan we de gewone chevron knoop weer doen. Vanuit links begin je met twee knoopjes rond dit touwtje. En dan twee knoopjes rond dit touwtje, eindigt in het midden. En hetzelfde vanuit rechts, eindigt in het midden. En dan twee knoopjes met elkaar. Werken vanuit links is de bocht links. Twee knoopjes maken. En dan hier twee knoopjes. En datzelfde vanuit rechts. Bocht naar rechts. Deze zit vast, dat is niet de bedoeling. En tenslotte twee knoopjes in het midden. En zo ziet het er nu uit. Twee keer rood in het midden. En dan wit, rood en deze mogen weer terug. En wit aan de buitenkant is dus de gewone chevron knoop. Nou, als je dat hebt gedaan, heb je weer rood aan de buitenkant. En dan doe je dus wat anders wat we in deze ronde hebben gedaan. En je ziet dat de hartjes zich beginnen te vormen. Super schattig. En je voelt al aankomen wat ik nu ga zeggen. Dit blijf je doen totdat je armband lang genoeg is. Dus druk nu de video op pauze. En als jouw armband lang genoeg is, dan druk je weer op play en gaan we samen verder. Veel succes en tot straks! Als je armband lang genoeg is, dan maak je aan het uiteinde een knoop. Dezelfde knoop zoals we zijn begonnen. Dus die draadjes om je wijsvinger. En dan naar de achterkant door dat gaatje omhoog. En je trekt de knoop aan. Zo dicht mogelijk tegen de knoopjes van je armband.
Als je de armband om wilt knopen, dan rijg je een paar van die touwtjes door deze lusjes heen. En als je dat eenmaal hebt gedaan, dan knoop je ze op deze manier weer aan elkaar vast. Of je bevestigt een knoopje, waar is mijn knoopje? Een knoopje op twee van die touwtjes. Even kijken hoe ik dat ook alweer gedaan heb. En nou ja, ik verwijs maar steeds naar mijn andere rustige uitlegvideo. Daar ga ik wat langzamer. Ik zal even kijken of ik nu dit touwtje hier doorheen krijg. Ik denk het eigenlijk niet. Maar ik ga het gewoon proberen. Het knoopje zit in ieder geval op één draadje. Dan ga ik via de andere kant weer terug. En datzelfde doe ik nu met een ander draadje bij die twee gaatjes. Als dit moeilijk lukt, zou je wat blanke nagellak op dat draadje kunnen doen en hard laten worden. Of anders met zo'n draaddoorhaler. Maar mij is het gelukt, gelukkig. Nu heb ik twee draadjes aan de andere kant van dat knoopje. En dan ga ik daar ook weer een knoop mee maken. En nog maar eentje. Stevig aantrekken. En alles wat je niet meer nodig hebt, knip je gewoon weg. Trek de knoopjes nog even goed aan. Ik vind dat die hartjes dan nog iets mooier uitkomen. En dan is je armbandje klaar. Als je knoopje er net aan doorheen past, dan weet je zeker dat je hem niet kan verliezen. Ik hoop dat het is gelukt. Dank je wel weer voor het kijken. En tot in de volgende video. Dag!